Meneer Roezel, bent u het daarmee eens? Mag ik mijn stem uitbrengen? Van uiteraard, ja, u heeft nog alle tijd. Dus dank je vriendelijk. Maar bent u het daarmee eens, ja of nee? Diepe zucht. Zo. Vindt u ook dat wij ons schuldig hebben gemaakt aan de massamoord op 8000 Bosniërs? De massamoord op 8000 Bosniërs. Sinds wanneer? Dat heeft Erdogan gezegd. Dat wij Nederlanders ons hier schuldig aan hebben sinds gemaakt. Sinds wanneer? Bent u het daarmee eens? Sinds wanneer geeft wij niet om een vraag heen? Ik wil graag uw antwoord hebben. Sinds wanneer geef ik een antwoord? U bent het normaal altijd eens met Erdogan, dus bij deze. Bent u het met de uitspraak eens? Ja, sinds wanneer gaat u ons niet verbeld worden? Ja, u bent nou eenmaal politicus, dus het zou handig zijn als u uw antwoord geeft. Ik vind jou geen serieuze journalist. Ik vind u wel een serieuze politicus. Nou, dat is heel veel. Bent u het eens met de uitspraak van Erdogan dat wij nazi's, fascisten zijn en dat wij ook schuldig zijn aan de massamoord op 8000 Bosniërs? En mijn antwoord is dat ik geen interview aan jou heb. En ik vraag alleen, bent u het daarmee eens, ja of nee? Vind je dat geen interview? Ik ben toch een slimme man, ik ben toch niet 800 of zo? Nee, ik ben niet helemaal 800. Maar je bent al 10 minuten ben je al aan het achterlopen. Maar betekent dat u het eens bent met Erdogan? Vind je dit niet intimiderend wat jij nu aan het doen bent? Ik vind het ontzettend intimiderend. Ook die prof op je achter. Zullen we het hierbij houden? Ik wil, gaat u nog een keer vragen. Ik kan wel weten waar wij blijven heen draaien. Zeker naar huis, nadat u het antwoord heeft gegeven. Ga je me tot aan de deur volgen? Ja. Alle intimidaties, alle bedreigingen, alle dingen die aan mijn huis terecht gaan komen als je verder loopt, daar zal ik aangifte van gaan doen. En dat zal ik heel vervelend vinden. Ik heb ook 2 kinderen. Als je nog een paar stappen verder zet en je brengt mijn huisadres in beeld, dan weet ik je ook te vinden. Ik wil uw huisadres ook niet in beeld brengen. Nou, dus laat